Het is vandaag 1 maart. We hebben een tijd achter de rug van dagtemperaturen zo'n 8, 9 graden. En vanaf vandaag blijft het eigenlijk vrij continu boven de 10 graden, althans de maximale temperatuur overdag. Met eindelijk wat meer zon, zoals nu ook, een flauw zonnetje. Daar hebben we echt op gewacht, want hoewel de temperaturen niet heel slecht waren, hadden we gewoon heel weinig zonuren hier in de Achterhoek. Waardoor de bijen eigenlijk nauwelijks gevlogen hebben, echt maar een paar keer een paar uur. Wat natuurlijk al fijn is, hè, want dan kunnen ze eventjes de kast uit. Maar dat zet natuurlijk niet aan qua ophalen van stuifmeel. En we hebben echt die binnenkomst van stuifmeel nodig om een sterke aanwas van broed te krijgen. Alle kasten zullen nu broed hebben. Kasten die nu geen broed hebben, daar mag je eigenlijk van uitgaan dat die moerloos zijn. Of in ieder geval geen goede moer hebben. Geen koningin hebben die eitjes aan het leggen is. En mogelijk, als je nu controles gaat doen, zul je ook de eerste darrenbroedige moeren gaan vinden. Daarvoor heb ik altijd mini pluskastjes met reserve koninginnen, reserve moeren klaarstaan. Ik ben hier een kwartiertje geleden aangekomen. Toen vloog er nog helemaal niks. En nou, ondertussen zitten de eerste bijtjes op me. Die vliegen dan op en die landen gewoon. Er is verder niks aan de hand. Het is zo rond een graad of 10 nu. En wat ik ga doen vandaag zijn de kasten die nog geen nieuwe voerbak hebben. Een voerbak met een plug erin, waardoor ik en suikerwater kan voeren, plug eruit kan halen of een pak fondant kan voeren. Die kasten voorzien van zo'n nieuwe bak. En de kasten die zo'n bak hebben, die krijgen allemaal een pak suikerdeeg. Om zeker te gaan dat er voldoende voer is. Want ik heb alle volken eigenlijk met te weinig voer de winter ingestuurd. Ik was gewoon veel te laat met voeren. Ik was nog heel druk met koninginnenteelt in september. En toen werd het eind oktober eigenlijk al heel snel koud. Dus ze hebben allemaal wel genoeg gehoord. Ik heb nog geen enkel volk ben ik tegengekomen die tegen het punt van verhongeren stond. Dat moet je ook echt zien te voorkomen. Maar ja, nu begint natuurlijk wel de tijd dat ze echt voer gaan gebruiken. En dan moet je denken aan, dat gaat oplopen naar een kilo in de week en nog meer. In plaats van in de winter waar we misschien tussen november en eind januari ook een hele kilo verbruikt hebben in die hele periode. He, dus dat het voergebruik neemt zeer hard toe. Oh, hier is het eerste bijtje al met stuifmeel. Ja, de bijen zijn zo ongelooflijk knap. Ja, dus die heeft gewoon binnen een kwartier, half uur de eerste stuifmeel al gehaald. Nou, het vliegen neemt ook echt toe. Nou, laten we er maar eens aan de slag gaan. Nou, ik was hier, gisteren had ik al een groot deel van de kast hier gedaan. Er staan hier een stuk of 12 en een paar spaarkasten. Die spaarkasten die zijn voor andere imkers die kasten nodig hebben in het voorjaar. Ja, ik was hier inderdaad gebleven. Deze heeft dus een oude voerbak. Dus die haal ik eraf. En ik pak vast mijn nieuwe voerbak. Die bereid ik dan voor. Daar leg ik gelijk een pak voer op, zodat ik ze daarna niet meer hoef te storen. Dat is eigenlijk in het voorjaar altijd belangrijk. Als je handelingen doet, dat je het goed voorbereidt. Dat je erbij zo min mogelijk stoort. Nou, dit is dus zo'n voerbak. Daar zit zo'n plug in. Die plug die haal ik eruit. Die blijft in de kast liggen. Dan krijgen ze een pak Nectapol. Ik ben er geen voorstander van dit product. Niet omdat het slecht is, maar omdat het gewoon veel te duur is. Maar ik kon 1000 pakjes voor een euro per pakje krijgen. Nou, dat is een euro per kilo. Dat is echt goedkoop. Die zijn op de datum, dus die moeten ook snel op. Maar dit product is eigenlijk eeuwig houdbaar. Dat is net als honing. Dat is zo sterk geconcentreerd. Dat bederft niet. Zo ziet dat er dan uit. Met dit hulpmiddeltje snij je het pak in. Dan draai je het om en dan kun je deze erin drukken. En door die sleufjes kunnen die bijen, blijft het pak openstaan. Dit zit dan in het pak. En door die openingen kunnen die bijen dan van alle kanten naar het voer toe. Dat is ideaal als je fondant wil voeren. Zo'n pak slaat soms een beetje dicht, waardoor de bijen er eigenlijk niet meer goed in kunnen. Ik zit er even uit, dat doe ik nog maar mooi. Dus zo ziet dat er dan uit. Dit ligt dan met dat, hè, dat kan ook niet verschuiven, met dat hulpmiddel erin. En zo ziet er dat dan van de binnenkant uit. Zo kunnen de bijen er heel mooi bij. Dan kunnen ze zo'n pak goed leegmaken. Nou. Zo ziet het volk eruit. Ik laat jullie op de deksel even zien. Het water in de voerbak. De bijen zitten tot de buitenkant op het sluitblok. Hangen er zelfs
naast. Dit is niet het sterkste volk wat ik tot nu toe gezien heb, maar het is een uitstekend volk. Die zitten dus op 2, 4, 6, 8, op 9 ramen, dat dans. Dat ziet er gewoon uitstekend uit. Ik kan niet anders zeggen. Tik de bijen er even af. Hoppakee. Ik heb tot nu toe nog geen ramen eruit gehaald, maar omdat jullie meekijken, zal ik even een raampje laten zien. Prima, weinig voer trouwens, zo goed als leeg raam. Dat is in het begin van het broednest, op het tweede raam al. Kijk eens, wat een joekel van een broednest al. En de buitenkant is zelfs al belegd, dus hier liggen alweer eitjes en larfjes. Nou, ik stoor ze niet langer. Deze had ik al aangepast in november, dus deze zit op 1, 2, 3 ramen. Dus dit is dan de voerkant. Dus dat wil ik dan wel even bekijken. Dus ik schuif even het broednest naar buiten. Dus dan ga ik er ook vanuit dat ze eigenlijk op 2 ramen broeden nu. Ja, ze broeden op 2 ramen. Dat derde raam was leeg. Maar goed, had ook geen voer. Dus dat raam zou ik eruit kunnen halen. Als ik hier nu een raam met voer tegenkom. En dat kom ik tegen. Dus dit raam schuif ik op. Nou, het is zo sterk. Ik laat ze op 4 ramen. Ik hang dit voerraam hier naar binnen. Dan kan de koningin daar mooi in broeden. En dan hebben ze het voer weer dichtbij. Dan check ik even de voersituatie. Nou, deze is mooi zwaar. Kilootje of 2. En deze is leeg. Deze gaat ook dan gelijk mee. Is die helemaal leeg? Ja. Huppakee. Die gaat eruit. Want zoveel ramen heb ik in dit volk niet nodig in de zomer. 2, 4, 6 ramen heb ik nu. En dit is ook mijn darrenraad. En deze haal ik er ook uit. Hebben ze ook al leeg gevreten. Mooie ramen. Niks verschimmeld. Dus dat is prima. En dan schuif ik het geheel weer tegen. Ja. Schuif ik het geheel weer tegen de zijwand aan. Zo. Dus nu hebben we hier 4 ramen in het broednest en 2 ramen met voer. Dat is prima. 2 ramen voer is te weinig. Ik denk 2, 4, dat hier nu een kilootje of 5, 6 in zit. Dat is echt te weinig. Ze hebben in maat echt nog wel 10 kilo nodig. Dit soort sterke volken. Nou, sterk, maar redelijk sterke volken. Dus ik begin nu al met bijvoeren. Dan voorkom ik in ieder geval dat ik straks in een acute noodsituatie kom. Wat ik in ieder geval zie is dat de volken die sterk de winter ingaan ook sterk de winter uitkomen. Er is heel weinig verlies aan dode bijen. Kijk, deze bak zit ook helemaal vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 straatjes. En ze zitten hier zelfs aan de buitenkant naast het kantraam. Hier heb ik broed. Onrustig volk. Daar loopt de koningin. Mooi blauw. Helemaal vol met broed. Hier zie ik een paar eitjes, dus is er net aan toe om die om dat raad te gaan gebruiken. Ook goed vol met broed.
Nee, niet vol met broed. Een beetje broed. Ja, hier zit een beetje voer achterin. En geen broed. Dus deze heeft iets minder broed dan die vorige. Kijk even of ik een mooi vol voerraam heb nog. Een half vol voerraam, een kilootje of twee, heel weinig dus. Nou, dit is een mooi vol voerraam, dat voel ik gelijk aan het gewicht. Wat ik dan doe is dit volle voerraam. Deze gaan eruit. Oh nee, gaat er niet uit, is nog mooi vol met voer. Ja, deze is ook nog mooi vol met voer, die laat ik er gewoon in. Dan schuif ik dit allemaal naar achteren. Niet zelf voorstaan. Schuif ik dit allemaal naar achteren. Ga deze naar de andere kant, want die is bijna leeg. Zeker weet dat ik hier geen broed heb. Ja. Zo. En dan gaat deze, dit is een mooi zwaar raam, die gaat hier naartoe. Heeft de koningin nu vier ramen om te beleggen. Alles weer tegen elkaar aan. Dus dit is nu mijn voerkamer en dit is mijn broedkamer met in dit geval vier raampjes. We krijgen deze weer terug. Zo. Voerbak erop. Hoppakee. Oh, deze zit al op vier ramen. Oh, daar had ik toch aangepast. Nou, hier zie je ook weer een heel mooi sterk volk. Neem jullie eventjes mee. Zo, toe. Dan zie je ook dat die ook gewoon naast het sluitblok zitten. Dus dat, ja, dit volk had het gaat uitstekend het voorjaar in. Zo zie ik ze graag. Ja. Kunnen houden als het nou, hè, als ze nou dadelijk op 3-4 ramen broed zitten. Dus ze moeten 30.000 van die cellen warm houden. En het wordt 's nachts in één keer koud. Ja, dan is het gewoon fijn dat ze maximale ondersteuning hebben om dat broed warm te houden. Oh, deze zit ook goed. Ja. Ook niks aan doen. Ja, dat was hem dan voor hier. Deze stand heel kort even bekijken. Die hebben we net opnieuw ingericht. We hebben hier grond gestort. Witte zand, zodat we een mooie afwatering hebben. En dat het net iets hoger is, want er bleef hier een beetje water staan. En dit is dan de stand hier. Daarachter zie je de wei. Daar zie je ook water staan, dat ligt nu wat lager. Koetjes achterin. Nou, mooie locatie in Halle. De locatie in Zelm, Koopsmolen. De molen draait weer regelmatig. Mooi gezicht. Er staan voor 12 volken. Deze volken gaan we verhuizen. Die staan namelijk te dicht bij de weg en de gemeente vindt dat die op 30 meter moeten staan. Het is wel een eigen weg, waar bijna geen verkeer overheen komt. Maar ja, regels zijn regels. Dus deze gaan we verplaatsen. Het is een volk waarvan ik het gevoel heb dat ze de koningin niet hebben aangenomen. Die hebben een nieuwe koningin gekregen. Deze ga ik heel eventjes bekijken of het broed is. Mooi voerraam.
veel voer, vaak ook een teken dat ze geen broed hebben. Heel zwaar. Ja, ik zie broed, ik zie ook de koningin. De oorspronkelijke koningin. Een klein plekje broed. Dus is aangenomen. Dan haal ik even het koninginnenkastje eruit. Oh ja, mooi plekje broed hier ook. Goed veel voer. Die heb ik ook nog laat nagevoerd. In januari volgens mij nog. Volgens mij heb ik dat ook gefilmd. Februari, nee. December denk ik. Oh, helemaal vol met voer. Nou, deze hebben eigenlijk eerder te veel voer dan te weinig. Kijken of we hier nog een mooi leeg raam hebben. Dan ik die naar voren. Het is een heel geel raam, dus dat doe ik ook niet. De koningin legt eigenlijk liever op donkere ramen dan op hele verse ramen. Dus we laten het zo. Dan broedt ze mooi in het voer, dus ook prima. Maar gelukkig is deze koningin aangenomen, want dit is de 169 lijn en dat is een Monticola lijn. Komt bij Thomas Roepel vandaan. Precies wat we verwacht hadden. Even de bijen eraf. Ook nog meer bijen eraf. Zo. Hoop onrust. Maar ja, liever even nu wat onrust. En ik weet dat die koningin aangenomen is. En de reden dat ik had om aan te nemen dat er geen koningin was, was eigenlijk omdat ze enorm stetselde als ik de kast een beetje opendeed. Voerbakje weer klaarstaan, pak je voer erin. Hier de lieveheersbeestjes onder. Ook weer een mooie bak bijen. Hier gaan we even controleren. Geld komt je tegemoet. Ook hier gaan we even controleren of de koningin aangenomen is. Hier kunnen we de broedruimte eventueel nog aanpassen. Die is vrij groot. Wat is dit voor lijn? Dit is de Graaf-Reinet-lijn. Ook een beetje aparte lijn. Dus hiernaast staat de Monticola-lijn. Dit is een berg in Afrika en dit is de Graaf Reinet-lijn. Komt ook van een bergachtig gebied uit Afrika. Daar valt maar een kooitje naar beneden. Hier zien we broed. Open broed en gesloten broed en de koningin die ik zocht. En hier zien we larfjes die mooi in het voer liggen. Dus ja, terwijl je bijna geen stuifmeel in dit volk ziet. Kan ze er weer in. Fijn. Het waren twee bijzondere koninginnen. Fijn om even te zien dat die aangenomen zijn. Prima volkje. Ze hebben nog wat voer in dit raam.
Ja, ik zie broed. Ik zie voer. Ik heb hier al genoeg gezien. Ja, al deze ramen hebben nog een beetje voer, niet veel. Die laat ik erin. Nou, dit ziet er eigenlijk goed uit. Dat is een jong moertje die ik hierin had laten lopen. Dus het kan zijn dat ze eventjes tijd nodig heeft gehad om aan de leg te komen. We gaan het zien. Heel benieuwd. Dat kun je doen als je nu een darrebroedige volk hebt. Een darrebroedig volk waarbij de koningin darrebroedig is. Daarbij is het heel simpel een kwestie van koningin eruit nemen en een nieuwe koningin erin. In tegenstelling tot een volk wat darrebroedig is omdat de werksters zijn gaan leggen. Ja, ik zie hier normaal broed. Eitjes en larfjes. Ze hebben genoeg gezien. Dit volk sluiten we weer op. Tussen twee kantramen. En ik kijk hier achterin even wat de situatie is met deze ramen. Deze is zo goed als leeg. Deze ook. Deze ook. Dus dit volk heeft echt niet veel voer. En ook niet meer veel donkere ramen. Dus deze moeten we echt goed gaan voeren. Ik zag op de donkere ramen hier nog wel voer. De ramen daaromheen weinig voer. Dus deze krijgt nu een pak van me. Zo. In ieder geval even een kilootje erbij. Maar dat is weinig. Deze moet ik echt goed in de gaten gaan houden. Dus deze is zeker niet meer darrebroedig. Ook weer een reservevolkje. Ziet er goed uit. Volk waar we een TBA mee gaan doen dit jaar in ieder geval, want er zit nog op hele oude raten. 2020 denk ik, raad. Nog geen broed. Veel voer. Ja, hier zien we broed. Larfjes, eitjes, alles erop en eraan. Aan die kant zien we ook broed. Bijen zien er goed uit. Niet een heel sterk volk. Zwakste tot nu toe eigenlijk. Prima. Ik ga ze één raam minder in de broedkamer geven.
Dit raam gaat eruit. Deze hier naartoe. Zo. Zitten ze nu op 3 ramen. En dan kunnen ze mooi naar achteren toe dat voer wegvreten. Even voor de zekerheid kijken dat ze hier echt geen broed hebben. Nee. Een vol voerraam. Dan hoop ik eigenlijk dat deze eruit kan. Geen, nee, daar zit ook allemaal voer in. Laat ik deze gewoon even voor nu zo. Zo, dan kunnen ze het raam nog leeg eten. En ze krijgen wat stimulans. Er zit een pak voer op. Dat hadden ze niet nodig, maar ik haal hem er niet meer af. Behalve of ze leeft of niet. Nou, hier ook weer hangen de bijen in een tros naast de ramen. Beetje onrustig. 4 ramen in het broedgedeelte gegeven. Dat is een mooi zwaar raam, dus honger hebben ze niet. Nog geen broed. Oh, heel onrustig. Heel onrustig. Ik ben benieuwd. Onrust kan natuurlijk duiden op moerloosheid. Maar dat is niet, want ik zie hier volop broed. Volop broed. En daar loopt ook de koningin, een ongemerkte koningin. Mooi groot achterlijf, maar niet heel dik. Maar wel een mooi groot achterlijf. Dat dikke dat komt vanzelf als ze meer eitjes gaat leggen. En ook weer een mooie hoeveelheid broed. En ik voel veel voer, dus maak me geen zorgen meer over. Deze gaat weer dicht. Hoppakee. Oh, dat was de klus. Ga je ze voeren? Ja, check of ze voer nodig hebben en dan voeren inderdaad. Ja. Dus het moment dat de volkeren verhongeren. Ja. Zo de winter, dan gaat het altijd goed, maar het zijn het voorjaar, dan hebben ze veel nodig. En dan... Zeg. Niet leeg, maar die noemen we leeg. Ja, dankjewel. En die heeft nog een beetje voer. Ja. Kijk, de eerste ramen waren leeg en dan is dit het eerste raam met voer. En daar zie je ook bijen op die dan bezig zijn om dat open voer op te halen. Zo. Kantraam. Mooi zwaar raam. Hier het eerste broed en de koningin. Nummer 69. Dan hebben we genoeg gezien. Schuif alles aan. Hoppakee. En weer een mooie bak bijen. Ja, ze gaan weer aan het werk. Ja, ze zijn de hele winter aan het werk. Ja, precies, maar nu aan het vliegen. Ja, langzaam maar zeker gaan ze weer vliegen, ja. Ja, precies, dat ding is al hap. Zo. Ja? Ja, gewoon die eerste bijen al af. Hij moet de eerste prikjes weer even hebben? Ja, ja.
Ja, die zal die ook wel happen dan. Ja, alles. Alles wat vliegt, ja. Ja, en dan nooit echt zo. Als die vliegt, dan ben je in het westen en dan ben je in het westen. Ja. Ik heb geen zo. Ik heb flink, maar ik heb flink. Dan loopt de koningin. Nou. Jetzt. Sluitblok naartoe brengen. Zo, zit ze lekker warm. Dit is echt een klein volkje. Ah, die hebben geprobeerd een nieuwe koningin aan te trekken en ik zie er ook lopen. Hier zie je een jonge koningin, die natuurlijk niks waard is, is onbevrucht. Niet gaan vliegen, dat wil je hebben. Hier is ze. Deze koningin is het einde van dit volk, want ze is niet bevrucht en zal alleen maar darrenbroedig zijn, dus knijp haar af. We gaan dit volk verenigen. We gaan dit volk verenigen met een mini plusje wat ik heb staan. Ja, volk, wat heet volk, hè? Dit mag natuurlijk de naam volk niet hebben. Zag ik hier ook nog doppen. Ja. Dus de vraag zelfs of ik hier een mini plusje op ga zetten, want dit zijn natuurlijk bijna geen bijen meer. Nee, dus de moeite van het opzetten van een mini plus niet waard. Even kijken of ik hier nog. Nou, dit zou je dus kunnen tellen als het eerste verlies van dit jaar. Ja, dit volkje ga ik afslaan. Maar ga ik niet nu doen. Daar is het echt te koud voor. Doen we begin volgende week even.